Mijn naam is Faruk Joromas. Ik ben geboren in Bornem in 1993. Ik ben zelf ondernemer. Naast mijn zakenwereld heb ik een grote passie, namelijk acteren. Onbeschoft van mij om mij even voor te stellen. Imran. Hey! Op dit moment hebben een aantal agenten in het veld lopen. De noodkreet is echter ruim 20 minuten later pas binnengekomen. Imran Kaya, 5 jaar bij de Nationale Opsporingsdienst gezeten. En het werd tijd voor een nieuwe uitdaging. Vandaar dat ik hier zit. Maar maak jullie geen zorgen. Ik ga mijn lijntje uitzetten en binnen de kortste keer hebben we de vermiste agenten teruggevonden. Ik heb mijn connecties. Ik heb wat rapporten ingelezen en ik kon niets terugvinden over een melding dat gedaan zou moeten zijn op dit adres. De vraag rest, waarom waren deze agenten hier en wat was hun reden? Wie heeft het forensisch team ingeschakeld? Volgens ons logboek hebben wij dat niet gedaan. Wij moeten heel snel bewijs zien te vinden hier. Zorg ervoor dat er een logboek komt. En u bent? Mulder. Elina Mulder, interne zaken. Interne zaken? Heb je me niet eens even voorgesteld? Bon. Ik kan jullie laten. Backup bij de voordeur, alsjeblieft. Backup bij de voordeur. Wees daar maar aan. No. Dag. Sir, no. Easy. UAP, easy. Easy. Easy, boy. Hold. You gotta chill out. Easy, come on. Come on. You gotta calm down. Is er ook nog eens bij? Hey, jij. Wat doe je mee? Ja. Officieel een zintje redden. Jij, hebben een avocat worden onze bureau. Onne geurersens. Onne denkerersens. Ben arma sensuur. Als ik hem zie, zal ik zeker zeggen dat... Imran Kaya heb gesproken. Imran Kaya, dat ik u zeker heb gezegd. Kan zeker. Dank u wel. Omar Imran Hatsis, het meer op? Goed. We zijn nu ondertussen 19 uur verder. Maar, wat hebben we? Maar, wat heeft dat met deze zaak te maken dan? Ik kreeg net de uitslag binnen uit het lab. Van die onderzoeken die gedaan zijn in de villa in Duitsland. 85% match met het DNA van Sarah Jones, waar jij het dus over hebt. Alright, goed. Dan begrijp ik nog altijd hun verbanden niet. Dus Sarah Jones was daar. Mm-hmm. Maar wat deed ze daar dan? En voor een huis binnen te treden hebben wij een huisbewachting nodig. En daarvoor moeten wij bij Priyanka zijn. Ja. We hebben geen andere optie. We hebben weinig tijd, weinig resultaten. Precies. Dat we gaan. Ja. En hoogstwaarschijnlijk weet Lisa even meer van deze situatie. Bent u geprikkeld? Kunt u altijd contact met me opnemen via e-mail of Instagram.